De viering van dit kroonjaar kreeg een extra dimensie met de komst van de president van India, Draupadi Murmu, gisteren. Ondanks de tragische treinramp in haar land, waarbij honderden Indiërs het leven hebben gelaten, koos de president er toch voor om af te reizen naar ons land voor deze viering. Het staatshoofd van India werd op de Johan Adolf Pengel luchthaven ontvangen in aanwezigheid van president Chandrika Prasad Santokhi, overige regeringsleden en enkele leden van de Indiase ambassade in Suriname. De geplande culturele activiteiten bij aankomst werden afgezegd vanwege de treinbotsing in het oostelijk deel van India, de thuisstad van president Murmu. In Paramaribo hield zij in het presidentieel paleis een korte toespraak. Het Indiase staatshoofd kreeg daarbij de hoogste Surinaamse onderscheiding, het groot lint in de ereorde van de gele ster. De erkenning staat in het licht van haar rol als vrouwelijke president van India. Op haar beurt deed president Murmu een medische donatie aan de ministers van Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken. Vanmorgen vond ook de overdracht plaats van het voorgetekende Memorandum of Understanding, MOU, waarin verdere samenwerkingsstrategieën en doelen zijn opgenomen. Het bezoek van het Indiase staatshoofd duurt tot en met morgen.